van ADECUS JMD, een studentenorganisatie op de ADEC. En zij gaat ons meer vertellen over een geweldige programma waarmee zij zo dadelijk van start zullen gaan. En wat het programma allemaal inhoudt, zal ze zelf vertellen. Mevrouw Hoefdraad, goedemorgen. Welkom in Mantetaki. Goedemorgen. Als we het hebben over... Laten we gaan naar het begin. ADECUS JMD organiseert in samenwerking met welke organisatie? Ja, yes, dus het is een samenwerking tussen de JMD studentenorganisatie mm-hmm. van de ADEC, maar ook gewoon de studentencommissie van FMAW. Mm-hmm. En we worden verder ondersteund door de studentenvertegenwoordiger van ADEC, Hakim Lal Mohammed, maar we worden ook ondersteund door de ADECUS Alumni Association. Mm-hmm. Wat gaan jullie organiseren? Yes, we organiseren een ADECUS Student Talks dit jaar. En het zal plaatsvinden op 5 dagen, tussen 30 augustus en 3 september. Student Talks, waarover gaan we praten? Gaan we praten over zaken waarmee de studenten van ADECUS zitten? Of praten over zaken die plaatsvinden in Suriname? Waaraan moet de gemeenschap denken? Wel, het is ten eerste een platform, of a forum zelfs, voor jongere mensen van Suriname om te praten over de huidige actualiteiten in onze samenleving. Wat voor impact die hebben op ons als jonge burgers, mm-hmm. toch? Maar ook gewoon de grotere toekomst van Suriname, hoe wij daaraan zullen bijdragen. Dus een algemeen thema voor de ADECUS Student Talks dit jaar, en dat is the future we want to build for Suriname. Oké. Okay. En welke topics zullen behandeld worden? Yes, dus er zijn 5 dagen zoals ik al eerder aangaf. Mm-hmm. Op de eerste dag hebben we dus een korte een keynote address van Dr. Glenn Sankatsing. En hij zal specifiek praten over the youth and the quest to rescue the future of Suriname. Mm-hmm. En dat zal gevolgd worden door 5 student talks van 5 studenten. Die zullen praten over wat voor soort ideeën we allemaal hebben, wat voor ideeën zij hebben over hoe we ontwikkeling kunnen stimuleren in Suriname. En vervolgens gaan ze dan in een discussie met elkaar over de toekomstperspectief van Suriname, maar ook gewoon de belemmeringen die Suriname heeft momenteel als het gaat om ontwikkeling in dit land. Ja, natuurlijk beoog je als organisatie een verandering dan wel ergens een impuls richting zeg maar, je probeert eigenlijk het beleid een beetje te beïnvloeden. Wat zal gebeuren na die zeg maar de sessies? Wordt er een notulus gemaakt? Worden de zaken vervat in een boekvorm en overhandigd aan een minister of zo? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet wel aangeven dus dat was het programma van de eerste dag. Op de andere dag hebben we specifieke topics waarover we zullen spreken. Als ik ze heel even mag opnemen. Ja, dat mag. En dat is dus de littekens van de pandemie en economische recessie. En de vraag is, is de toekomst van jongeren aangetast als een consequentie daarvan? Verder gaan we ook praten over de stijging in criminaliteit en geweld in Suriname. Dat nu, waar we elke dag over lezen in de krant. Verder gaan we ook praten over de invloed van social media op onze sociale ontwikkeling. Weet je, is het geweldig? Is het gewelddadig? Weet je, hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we erover nadenken? Verder praten we ook over diversiteit, gelijkheid en inclusie. En wat is de betrekking, de betrokkenheid van jongere mensen als het gaat om de huidige actualiteiten binnen onze plurale samenleving? En verder gaan we ook praten over studeren voor of parachuteren in functies. Weet je, wat is de morele gang van zaken als het gaat om politieke benoemingen? En we hebben ook... Dat wordt heftig. Ja, het wordt heel spannend, heel spannend. En we hebben ook een onderwerp als drop-out mm-hmm. of school or drop school. Worden jongeren gedwongen om de school te verlaten? Wat zijn de specifieke oorzaken die daartoe leiden? Maar we praten ook over dingen als klimaatverandering, infrastructuur en sustainable development voor Suriname. Weet je, hoe moeten we plannen voor onze toekomst? Weet je, als jonge mensen, als de toekomstige beleidmakers, de toekomstige vaders, de toekomstige moeders, de toekomstige werkers. En we sluiten dan af met een discussie en dat heet een beter Suriname. En dan gaan we dan echt reflecteren over de toekomstmogelijkheden die we hebben. Als jongere mensen,
die burgers zijn van dit land, maar ook gewoon de toekomstperspectieven van Suriname. Mm-hmm. Ja, en ik moet ook aangeven dat we naast dat ook gewoon verschillende presentaties zullen hebben. Weet je, we willen ook dat er andere mensen bijkomen, geleerde mensen bijkomen en een beetje vertellen over dingen als culturele diversiteit in Suriname. Wat betekent dat voor ontwikkeling? Want we praten veel over dat sentiment gesproken op Facebook. Hoe gaan we daarmee om? Weet je, wat voor impact heeft dat op onze lokale ontwikkeling? Verder gaat er ook gesproken worden over social development en policy. Er is daar een specifieke presentatie door Jair Schalkwijk bijvoorbeeld. Die andere over culturele diversiteit wordt gegeven door Dr. Kirti Algu. Mm-hmm. Verder wordt er ook gesproken over kennisontwikkeling en diversiteit door professor Jack Menke. We hebben ook een hele leuke presentatie van de ingenieur Danny Latchman. En die zal praten over strategic planning for sustainable development. En zoals ik al eerder aangaf, de keynote address van Dr. Glenn Sankatsing. Dus het is heel spannend, heel veel topics, zeker spannende discussies, die voornamelijk geleid zullen worden door de studenten. Want het is een studentgeleide platform, mm-hmm. natuurlijk ook leuke presentaties, zodat we ook wat bijleren. Ja. Wat zal het nadruk zijn na deze discussiedagen, om het maar zo te noemen? Ja. Dus mijn persoonlijke hoop als een coördinator van de Arcus Student Talks dit jaar is om dus na deze spannende discussies met de studenten die hebben geparticipeerd, mm-hmm. maar ook gewoon geïnteresseerde studenten, aan tafel te komen en dus dan uiteindelijk wat artikelen te schrijven over hetgeen dat besproken is geworden op basis van verder onderzoek. Maar het kunnen ook gewoon essays zijn, het kunnen poems zijn en dat uiteindelijk te publiceren. Maar de hoop is natuurlijk ook dat er elk jaar een Arcus Student Talks georganiseerd zal worden door de Anton de KWAM Universiteit van Suriname. Ja, zijn beleidsmakers uitgenodigd? Misschien voor de ja, dus we hebben beleidsmakers die ook zullen spreken, want Danny Latchman is een van de presentatoren en hij is bij directeur van Stichting Planbureau. Dus ja, iedereen is uitgenodigd om ons te komen joinen, om te luisteren naar de stemmen van de jonge mensen van Suriname, want dat is meer dan ooit belangrijk. Is er nagedacht om zeg maar live te gaan via de diverse social media kanalen? Ja, dus we gaan via YouTube streamen die dag. Daarvoor hebben we gekozen. Maar nadat de AST heeft plaatsgevonden, dan kunnen mensen alsnog via YouTube dus evenementen bekijken, de discussies bekijken. Maar het is natuurlijk veel beter om ze gewoon live daar te hebben bij ons, zodat ze ook wat leuke vragen kunnen stellen. Oké. Ja. Waar worden die activiteiten gehouden? Die discussiedagen? Is dat zelf op de complex van ADEC? Nee, dus vanwege de huidige COVID-pandemie hebben we besloten om het virtueel te doen dit jaar. Dus het zal gewoon via Zoom plaatsvinden. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nee, dan hebben we dat gehoord. Moeten we nog iets weten, mevrouw Hoefdraad? Zo, ik zal alleen zeggen aan het publiek thuis dat ze ons moeten komen ondersteunen. Dat ze de jonge mensen van Suriname moeten komen ondersteunen door aanwezig te zijn. En zodat ze kunnen horen wat er allemaal in ons omgaat. Want onze toekomst wordt enorm geïmpact door de huidige economische recessie en de COVID-pandemie. Dus ik zal ze aanmoedigen om ons te komen joinen op de dagen. Ja, joinen via de Zoom natuurlijk. Hoe gaat dat allemaal aan toe als ik geïnteresseerd ben? Hoe kan ik jullie bereiken? Wat moet ik allemaal doen om jullie te kunnen bereiken? Ja. Of te volgen? Precies, goede vraag. Er kan gemaild worden naar adicusstudenttalks@gmail.com. Maar er kan ook gewoon contact worden opgenomen met de studentencommissie F. Mayway van ADEC. En dat zijn nu de manier van contact opnieuw met ons. Momenteel. Zij het telefonisch, zij het via social media. Hoe kan men contact met jullie maken? Ja, er kan gebeld worden of geappt worden naar het nummer 856-3990. Dat is een beetje te snel. Oh. Sorry. Mm-hmm. 856-3990. Mm-hmm. Voor mensen die willen registreren. En dan kan ik via dat nummer dus de informatie ook doorsturen. Oké, dan heeft de samenleving dat gehoord. Wij van Mandetaki wensen u en de rest van de organisatie heel veel succes. En ik hoop dat het rendement wordt gehaald. Yes, dank u wel. Alsjeblieft. Beste kijker, dan heeft u dat gehoord. We hebben gesproken met mevrouw Melody Hoefdraad. En dat heeft allemaal te maken met de vijfdaagse discussiedagen die de studenten van Jimmy Mino? Ja, ik wil gewoon zeggen Arcus studenten, want het is voor
alle studenten van ADEC allemaal gaan meedoen, van alle disciplines. Dus het is niet een specifieke groep. Ja. Nee, dan, hier heb je het gehoord. De studenten van ADEC die organiseren een discussie, vijf dagen discussie week, om het maar zo te zeggen. Zeg ik het goed? Vijfdaagse discussie, ja. En nadien zullen ze kijken hoe deze zaken verwerkt kunnen worden en gepubliceerd kunnen worden. Maar het gaat erom dat ze ook een stem willen hebben met betrekking tot de richting welke Suriname opgaat. En ik denk dat het goed is voor u en ook voor zij die studerenden zijn om deze discussies te volgen. Omdat u genoeg informatie daaruit kunt halen. En niet alleen voor uw eigen ontwikkeling, maar ook dat u weet wat er speelt binnen de belevingswereld van de jongeren in Suriname.